Ludo Filipaert, bezige bij, vader van vier zonen in de jumpingsport, de ruitersport. Manager, constant bezig op zoek naar paarden. Ja, hoe kijk je terug op 2018? Wel, ik denk dat ik als vader heel fier kan zijn op 2018. Ik denk dat ik een fantastisch jaar gehad heb met mijn vier zonen. We hebben Nicolas en Olivier in de Global Tour en Barcelona winnen. Fantastische resultaten gehad. Thibaut, Europees kampioenschap. Anthony, die zijn weg aan het maken is naar hoger niveau. Ik denk dat 2018 voor ons een fantastisch jaar geweest is. En ik wil dadelijk opnieuw tekenen voor jaarlijk vorig jaar. Pik er eens persoon een moment uit. Met Nicolas, met Thibaut, met Anthony, met Olivier. Een moment waarvan je dacht van dat was een topmoment 2018. Ik denk dat het heel moeilijk is om één topmoment eruit te halen, omdat ik met alle kinderen heel veel mooie momenten gehad heb. Ik heb de Global Champions Tour overwinning van Nicolas in Chantilly, dat was ik zelf. Dat vond ik een prachtige beleving. Het Europees kampioenschap van Thibaut in Fontainebleau, dat ze goud winnen met team, is ook een prachtige belevenis. De vijfde plaats van Olivier op de wereldbekerfinale in Göteborg was ook voor de eerste keer een fantastisch evenement. De landenwedstrijdfinale winnen in Barcelona was ik zelf niet ter plaatse, maar heb ik op afstand meegevolgd. Het was ook eigenlijk een fantastisch moment. Dus ik heb eigenlijk met al mijn kinderen wel prachtige resultaten gehad. Heb je het nu drukker dan je vroeger toen je aan het rijden was? Of heb je nu meer stress nog dan vroeger toen je aan het rijden was? Wel, ik denk dat dat totaal geen vergelijk is. Ik denk dat ik nu veel meer weg ben van huis als dat ik vroeger was toen ik internationaal reed. Dus ik ben eigenlijk heel weinig thuis. Ik ben heel veel onderweg. Ik ben heel veel naar paarden kijken. Ik ben heel veel naar wedstrijden kijken. Ik probeer mijn kinderen zoveel mogelijk te volgen. Maar het is voor mij een geweldig druk programma momenteel, ja. 2019, daar zijn we al aanbeland. Ja, wat brengt het jaar voor jou? Ik hoop vooral een goede gezondheid. En de rest, als we het jaar 2018 een klein beetje kunnen evenaren, is al een prachtig jaar geweest. Dankjewel voor je tijd, Ludo.